Yo, gasten van NLB Gaming Clan. Ik heb vandaag een review voor jullie en dat is... Of een turtle. Nou, ik ga vandaag laten zien hoe de John Smith chestpack eruit ziet. Ik ga hem reviewen. Het is een HD chestpack, dus gebruik MC Patcher. Zo ziet het eruit. Zo ziet multiplayer eruit. Kleine tekst, maar ja. Ziet wel allemaal beter. Nou, we kunnen meer inzetten. Hier ziet het gewoon hetzelfde uit. En nou ga ik hem even lekker showen. Even, ik heb een herentje gemaakt. Kijk. Gewoon een stenen huisje heb ik gebouwd. En nou hoor je speelveld gaan. Dat we niet willen horen. Nou. Kijk. We hebben één bucket, een buck. En dat is dat dit ding. Pas niet op. Kijk, het is anders. Kijk. Hetzelfde. Nee, dat. Daar heb ik nog even een keer geplaatst voor de zekerheid. En ik kom maar een review. Of te heel slecht. Oké, sneeuw. En dit is glowstone. En zo heb ik het even. Sandstone. En dan de formaat. Tot hier. En dan heb ik hier. Dat is dat. Dat is dat. Dat is dat. En dat is dat. En dan heb je lapis lazuli in het bijzonder. Ik zou het toch even laten zien. Lapis lazuli. Hier. Lapis lazuli. Het ziet er gewoon hetzelfde uit. Hoor. Niks bukt. Gewoon MC Patch gebruik. En hier zit de spons. Dat ziet er zelf persoonlijk heel lelijk uit. En dit bukt hem ook een beetje. Want het bukt niet echt ofzo. Maar het valt gewoon. Omdat het eigenlijk een stone trick hoort te zijn. Maar goed. Dat vind ik heel mooi eruit zien. Lapis lazuli. En deze blocks vind ik zelf ook privé heel mooi. Nou, persoonlijk heel mooi. En hier zijn de... Kijk. En hier heb je nog wel... Verschilletje nou altijd gewoon eventjes. Van cobblestone en stone bricks. En dan zal ik even de default chestpack laten zien. Want de default chestpack is toch wat anders. En nu valt hij out of the memory. Oh. En nu gebruik ik de default chestpack. Oké, de taal blijft hetzelfde. Maar boeien. Dat maakt niet echt veel uit. Dat kun je gewoon, moet je gewoon je Minecraft weer opstarten. Nou, bukt hij een beetje. Wow, dat ziet er goed uit. Groot is hem. Ja, dat is vaag. Wacht, als ik dit nou naar elkaar doe, hè? Ah, bier. Ja, kijk, dus dat is een beetje bukkie. Ja, dit is een mat review. Het gaat over de John Smith testpack. De fout moet je gewoon even je Minecraft opnieuw starten, maar dat kan ik nu even niet doen. Omdat ik aan het opnemen ben en dan kan ik niet zomaar stoppen of pauze drukken. Dus dit is de mob review. Nou, was het denk ik wel weer. Wel een korte video, maar even snel omdat ik een tijdje niks geüpload heb. Omdat mijn internet een beetje raar aan het doen was, om zomaar te zeggen. Hier zijn nog een paar van die boompjes. En hier doe ik nog even langzaam voor de mensen die dat niet goed gezien hadden. Kijk, hier heb je er gewoon een mooie kleur wol en de trails en de furnace en de tools en de brood en de armor en de andere shit, redstone shit en ice en van die coole emmertjes. Ja, emmertjes dus. En heb je ook van die hele mooie muziekdozen. Dat is dus John Smith pack. Goede YouTubers die gebruiken hem meestal. Ik gebruik hem, ik ben niet echt goed ofzo. Maar ik vind het leuk om op YouTube. Ik hoef niet per se heel erg goed te worden. Maar goed, ik wil dus video's maken voor jullie. Omdat ik er plezier in heb. En ik vind het lol. Als iemand zegt dat de video niet leuk is, dan moet hij zijn mening gewoon bij zich houden. Hoeft ze niet per se te uiten. Nou, ik ga mijn mening gewoon niet uiten als ik een video van... een persoon die leuk vindt, ga ik toch niet meteen op iets leuk drukken. Als nou bijvoorbeeld echt heel saai is dat iemand zo'n piepstemmetje heeft. Ik weet niet of ik een piepstemmetje heb. Ik denk het wel, maar ja. Wat doe je eraan? Mijn microfoon is niet altijd goed, want ik doe het via mijn laptop. Maar ik gebruik fraps en zo, dat soort shit. Ik weet niet of dat de beste is, maar ja. En deze commentaar sluit ik denk hier wel weer bijna af. Ik heb een mooie... berichtje onderin gezet en hier kun je links bovenin nog even abonneren op mijn kanaal en dan kun je nog meer van die reviews komen te zien. Ik denk niet. Ik denk dat dit Turtle 1 is.
of review. Ik zeg, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ja, dat maakt niet uit. Ik ben een beginnende YouTuber. En net netter ziet er ook perfect mooi uit. Nou, kijk nog even een video van. Dus David is aangemaakt de chestpack ook. Dagelijks AD gemaakt de chestpack. Die is volgens mij gestopt nu. Ja, die is nu gestopt. Spooky 161, die is nog, doet hij nog wel. En Milan zelf natuurlijk ook nog gewoon. En ik ben een beetje waarom ben ik met YouTube begonnen? Omdat ik zag dat andere mensen het ook deden. En het leek mezelf ook wel leuk om ook video's te gaan maken voor andere mensen. En zodat hun kunnen volgen. En ik een beetje abonnees kan bereiken. Nou, het zou wel leuk zijn als ik een beetje of 10, 20 abonnees bereik met deze video. Want ik wil graag naar de 10e abonnee gaan. Ik heb nog 4 abonnees. Maar goed, ik zie even niet wat ik aan het zoeken ben, maar ja. Ik ben even nu hard te scannen. Weet niet of het hier wel bij zit. Zit hier niet bij, ja. Zoek dat ding even en hier is die. Want dan kan ik over water lopen, lijkt me nice. Oh, hij gaat gewoon door. Maar ja, en ik heb al iets van die serieuze video's. Niet zoals denk dus David ook. Ik zet een link hier in de beschrijving. Nee, ben lui. Maar ja, dat zeg ik dus niet. En dat vergeet ik dan wel weer. Maar ja. Je ziet mezelf al wat ik aan het noemen. En ik ben nu met deze dingetje aan het spelen. Maar goed, ik heb dus denk ik een piepstem. Maar je beëindigt hem en dan zie ik jullie later.